die witloof niet vergeten voor deze avond. En ja, Adelbertje? Het witloof, papa, en voor vanavond. Het witloof, Adelbert, en voor vanavond, Adelbert. Ik ben een droogkus. Voordat ik klaar ben. Dat alles is wat je kunt. Bunker. Laten vallen. Bon, alles wat dat kan rotten, verkoopen. Vergeet niet dat het morgen een onbekende soldaat is. Compris? Of pas compris? Si, si. Nog een tot. Kom jongen, met Bertje en papa en mama. Oh, Marcus. Je zult er nog wel eens een krijgen, hè? Oké? Okay? Maar dan zijn je nog school? Nee. Moet ze dan vragen? Oh, als je bent, kom vooruit naar school. Garibaldi Caro! Garibaldino! Zijn jullie op vertrek, Bonaventuro? Si. Devo partire. Peccato, Bonalito. Stasera. Straks. Schone kermis, hè? En van Lucie weet ik dat Jean-Pierre ook niet moet gaan werken. Ja, ja. Heb je toch ook geen school, papa? Maken ze dan de brug niet op ministerie? Ten eerste, Alice, zijn wij geen school. En ten tweede, zoals hij, er zijn ministeries die werken. Nou, dat zullen dan de uitzonderingen zijn. Mama. Dames, eerst natuurlijk spreekwoordelijk. En ten tweede maal gegroet op Steller de Besser en eerst aanwezend klerk Fanny. Classificeer de docs. Merci, Jean. Hola! De Besser! Treiteraars allemaal. Die nota zo maar in de scheurmat gegooid? Nee. Ik heb die open en bloot op het bureau gedeponeerd van meneer Percy. Maar in het bureau was die goed genoeg. Si. Maar meneer de directeur zou ze gelezen hebben. En monsieur Percy, probablement. Bah.
Zeg, en is het gelukt? Ik heb al 6 kroppes zien vallen. Pas op, er komt een Linkebeekse trommelduif. Ja, daar gaan we weer. Ja, directeur. Nee, directeur. Directeur. Een maand is een germaan. Mijn lumbago. Dat moest hem overkomen. Dat was niet vriendelijk van meneer Percé. Dat zal vandaag zijn beste dag niet zijn, Bacon. Zie toch. Barbaar. Jupersie, Jupersie. Ja, vandaag weer al geen bom ontploft. De terroristen zitten nog allemaal aan de Costa del Sol, zeker? Het kan natuurlijk zijn dat ze, godzijdank, allemaal in de bak zitten, hè? Hé, Pieteke. Ik loop toch nog altijd op vrije voeten, hè, oma? Dat zou mij kopstukken, hè, oma? Dat komt omdat wij hem nog niet verraden hebben, Piet. Ik ben u dankbaar, Jean. Dankbaar. Ja, waar is het nou? Dag, Carolaan, maasje. Listig, Bacon, listig. Merci, meneer Nierke, merci. De beste van jullie, Loubon. Dat is ook mijn gedachte, merci. Mama had het toch wel kunnen verwittigen, hè? Ik heb er een moment aan gedacht. Heerlijk. Het enige slecht punt in uw plan. Papa, is goed dat je mij hebt opgevangen, hè? Dat is Bacon. Ik kan wel een uur duren voordat ze erachter komen. Ja, ik hoop. 2 uur. Oh, shit. Allee, ik ga dan maar eens terug naar onze... ons Germaine. Hoe is het met uw toestel, de Pesser? Zeg, u is verrast dan over. Uw telefoontoestel, de Pesser. Ah. Zo dood als een pilaar, eigenlijk. Als de heren mij de lijst willen opgeven van de dossiers ter bewerking deze dag... Niet afjagen, hè, jongen? Nog te vroeg op mijn dag, hè, jongen. Dan zal ik me maar een ogenblik bezighouden met de mij interesserende literatuur. Jammer, dat brengt een mens van zijn gestelde toch niet onder zijn ogen, hè? Ik heb geen tuit op mijn telefoon. Hoe zit dat hier? Ga hier ook geen tuiten? Ja, geen tuit. Verrasten over geen tuit. Van verrasten over kan ik dat begraven. Rolaan, meisje. Heb jij een... is daar... Ja, laat maar. Een tweede huwelaak, een tweede kans. Ja, jongen, op uw leeftijd. Ja, maar niet per se, maar ik voel nog altijd die geweldige opdrang in mij voor een tweede possibiliteit. Ik heb geen tijd op mijn telefoon. Er zal mijn tijdbom toch afgegaan zijn op de RTT. Allee, alarmeer Bacon, hè, dat daar iets aan doet. Hè. Bacon, Bacon, Bacon! Bacon, pa! Bacon, Bacon, Bacon! Bacon, pa! Bacon, Bacon, Bacon! Bacon, pa! Niet zo. Onze gangbode is er nog niet. Hé,
wat in mij opkomt, hè. Ik krijg een vreemd gevoel, hè. Hemel, hemel, losse reclame in mijn krant. Reclame, verrassen nou. Ja, voor meubelen. Meubelen, verrassen nou. Papieren stijl meubelen. Is dat een papieren stijl? Wauw. Papieren, jongen. Ja, maar het is maar dat op de kop 17 jaar geleden is, Betteke, dat ik dat in levendige lijven heb mogen aanschouwen. Nou, wel, jongen, ik moet dat niet voor onder doen, in levendige lijven. Nou, wel, Betty, het is zo goed als dat ik geloof. Verdomme, 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 hè! Die telefoon, hè? Verdomme, verdomme, verdomme. Als je het mij vraagt, hè, om erop terug te komen, hè. Ja, verrast dan over. It stinks. Ga je zorgen op derde. Karla, Maasje. Wat is het, dat dan? We hebben nu weer niet gehoord of niet gezien of niet gelezen. Dat is... Ze zullen mijn lintje, de barbaren. Verdomme. Zou jij dat niet op u kunnen nemen? Goed, dat gaat niet goed, zeker? Maar als je nu zegt dat er vandaag pas is toegekomen... Uw zaak, per se, uw zaak. Allee, doe het voor mij. Op onze vriendschappelijke relatie. Geblokkeerd. Wie? De lift. Waar? Waar gaat hem altijd aan? Zijn lichtbrand, maar hij gaat niet meer open. En je bent zeker dat hem... Natuurlijk ben ik zeker. De onderhoudsdiensten op... Mij vandaag niet goed, vrienden. Wel, ik dacht het al, maar misschien ik vandaag nog toch aan, meneer Persen. Ja, jongen, het is... Goedaardig toch niet? Ja, jongen. Zo klein beetje zwizo, hè. Ik kan er maar beter gaan, hè. Allee, tot kijk dan, hè. Vrienden. Hij staat er, zeg. Je kan toch niet naar buiten. Wij dan ook niet, Jean. Hier is hem al. De lieve er rekening mee te houden dat er op maandag 10 november een verlofdag wordt ingelast. Dat is vandaag toch, hè, mannen? Dienstchef. Meneer de dienstchef. Ja, de beste vergeet dat niet, hè. Je spreekt met uw dienstchef. Dienstchef of geen dienstchef per se. Ja, klerk, een dienstchef mag ook fouten maken. Overigens staat is er meer fouten gemocht maken. Geloof dat meneer per se waar het is. Ons komen laten werken op een brugdag. Jij beseft dat per se. Nee, ik besef niet. Het is het voorrecht van een hoger geplaatste om niet te beseffen. Pas op, mannen, of wij krijgen al de schuld. Ja. Lang hangt gij aan de telefoon met de 17 pisten van het eerste rotair. Dat gaan al lang voor mij moeten weten gaan. Toe, hè, meneer. Dan ga je het navraag moeten doen. Daar zijn secretaressen voor. Die nota, per se, die is in gaan, uw bureau. Dat zal lang van u aan Jeska van Tweede moeten weten gaan. Ja. Van uw Janineke, hè. Deze zaak van bewezen wanbeheren, per se, daar komt de staart aan. En daar zal ik voor zorgen. Uw vakbond, Jean, inschakelen. Maar dan weg dat ik niet. Kom, hooligans. Het is... Ik heb het ook geprobeerd. Het is... Geloof ik, hè? Kom op!
Zelfs ik ook niet zijn met mijn brute krachten, man. Het is geloof ik de schakelaar die niet functioneert. Intelligent, Verrassenhoop. Echt waar, intelligent. Dan trap dat maar, hè. Ik geloof hè, dat de trap is afgebroken, Jean. Ja, dat weet ik, Verrassenhoop, maar daar zal toch wel iets zijn. En dat... Zal het maar oppassen, hè, Jean. Wat dat bedoelt, Jean? Jean. Jean. Alleen maar zelfmoord krijgen. Het is misschien maar uit mijn mond gezegd, maar we zitten hier gelijk als ratten in de kelder, zo gezegd. In de val, jongen. In de val. Maar je kunt gelijk hebben. Steken die doden nog allemaal uit. Zeg maar, kom. Dat is hier een geschikt café van een directeur, hè. Maar heb je zo'n en ook niet, hè. Vul me nou precies op dat er het zorgen. Ik weet het. Maar het is een enige café van waar we ze kunnen zien buiten komen. Ja, maar daar wacht ik niet op, hè. Het is bijna 12 uur. Pourtant, ze zouden het dan moeten weten. Ze zijn ook niet van de slimste koppen, hè, Bacon. Nee, ik weet het. Maar Jean de Pesse moest al lang zijn tourke gedaan hebben op zijn preferé-verdieping. Op zijn preferé-maskers, zeker. Zeg, Bacon, weten wat ik kan doen? Ik kom mijn agent eens opbellen op mijn internationale privélijn. Pas op, attention. Ze gaan uw stem herkennen. Nee, Bacon, ze gaan mijn stem niet herkennen. Het is niet de eerste keer dat ik hem dat lab heb. Probeer hier mee zijn kans te wagen, meneer Perseco. Maar hoe kan dat dan zo winkel zijn met zo'n slot aan zijn behoog? Verdomme, Perseco, pak dat toch op! Hallo, dien chef Perseco. Ja. Dat is hier bij meneer Van Turk van Torrot. Zou ik een keer met meneer de directeur kunnen spreken? Excuseer, meneer Van Torrot, maar de heer directeur is bij congé voor een paar dagen. Ja. U moet verstaan, het is vandaag een brugdag. Oei, verschoning. Meneer Van Turk, neem maar... De Turk. Wat? De Turk van Turk. Meneer de Turk, nu moet u eens goed naar mij luisteren. Mag ik alsjeblieft weten met wie dat deur net van te spreken? De Pester. Rustig, meneer de Pester. Het is met een directeur of het is met niemand. Sorry. Wacht, verdomme, meneer de Turk. Het is vandaag een brugdag, hè. En dat betekent... Ja, maar ook weet je wat dat betekent. Dat zijn Chinezen. Dat betekent... Een normale dag dat niemand op een bureau zit. Ah, wel, ja... En dat opgesloten zit, dat de lift niet open gaat. Alarm. Jum, Bacon. Daar kan nog lang over gesproken worden. Dat zeker, dat leeft toch wel. Kom, Bacon, we moeten walker weer weg zijn. Voor dat ze ons hier massaal komen overvallen, hè, die brugmakers. Hè. Allee, Bacon, steek dat weg. Ze verslikt het in. Madame. Oh, wat koppel woordvoerders dat wij hebben, ja, waar. Maar hij heeft hem het eerst gehad, hè? En hij heeft hem langer gehad. En als we verstandig zijn, hè, dan gaan we nu aan het werken lopen wat van onze achterstand in. Werken per se? Op een brugweg per se? Daar zee, achterstand. Het eerste en dat per se gezien. Ik ook, meneer de Pester, ik ook. Jij ook. Achterstand. Daar zee. En hier zee. Ja. En weg met het gezag. Zo goed, meneer de Pester? Dat was zeer goed. Wat heeft hem gezegd, Gilbert? Ongedierte. Maar ik hoop dat dat niet op ons bedoeling heeft. Alleen op ons allemaal toch niet, man? Ongedierte?
ongedierte of niet, we moeten spreken. Crisisberaad. Ik moet om 4:15 aan Marcus' school staan. En ik weet niet of dat op de hoogte zit, maar de verwarming staat ook niet op. Als ik logisch denk, hè. Logisch, hè, de Pesser. Dan zal geen kat eraan denken om ons hier te komen zoeken. Ja, maar om 4:15 dan zijn wij hier al lang buiten, hè, Caroline. Allee, optimistisch besproken. Stel er niet te veel van voor, jongen. Mijn pa zal pas panikeren als hij me in 3 dagen niet ziet opdagen. Dat is het punt. Of zij zal pas na 12 uur beginnen panikeren. Of ze Esmeralda panikeert pas als ik thuis kom. 6:30. Let op mijn woorden, hè. Dan zal mijn Adelbert grote paniek zijn. 6:30. 6:30. Ja, ik heb niemand die kan panikeren. En Marcus Dennis zal weten wat er gebeurt. Dat wordt een drama. Ik hoop dat ze de elektriciteit niet zullen afsluiten. Want dat zal hier vannacht niet prettig zijn in het duister. Allemaal uw schulden, per se. Hij staat ons hier niet uit te lachen, hè. Aan het trauma dat Marcus straks gaat overraden als hij zijn moeder niet vindt, dat denk jij niet aan, hè. Je platte pinny van het disje. Carola, meisje. En het trauma dat mijn Esmeralda straks zal oplopen als haar van niet thuis komt op tijd, dat denk jij ook niet aan, hè, per se. Moet ik nu ook slaan, Jean? Je weet u mijn andere kaka. Nee, mijnen ook, Sjaan? Ja, het snoer van uw schrijfmachine. Klinkt ook? Zeker. Wie? Jij, per se. Jij hebt ons in de penarie geholpen, je zult er ons uithalen doen. Ik kom. Dat betekent mijn dood, de Pesser. Beseft jij wel dat... Nee, Sjaan. Ik mag u dat niet aan, hoor. Nee. Ik ben daar niet voor gemaakt. Ja, Pesser. Jij bent voor niets gemaakt. Maar u voelt me niet meer leeg, Sjaan. Ik ben niet vast. Ik heb u toch niet zeer gedaan, meneer Percé? Nee, jongen. Maar ik heb u toch al tegen gezegd, Sjaan, dat dat veel te slap is, hè? Al ik hem het willen zeggen. Die heeft er iets aan gedaan, de trut. Carola, meisje, Carola. De Marokkanen. Help! Waar de showgirls, de mercenaires? Waar de saltenaar? Ja, daar de showgirls, de mercenaires. Showgirls, de mercenaires. De mercenaires. De mercenaires. Niemand thuis zeker, mannen? Ja, de moordgreten. Maar die slapen tot 4 uur op de kom. Messieurs. Ah, voilà.
Voor mij een bisque. En een terrine du chef. En een sol, voilà. Normand, meneer ou Véronique? Véronique. En voor meneer? Hetzelfde? Non. Excusez. Biftek frit. Normand, meneer ou Véronique? Véronique. Sol Véronique, gelijk ik. Tu t'en pas con. Een biftek frit, dat kun je niet krijgen. De ene keer dat je met mij mocht gaan eten, zult eten wat ik eet, hè? De chic. En wat de wijn betreft, een Chablis 83. Oui, pour moi aussi. Chablis. 3. Het is maar een voorgevoel, hè? Maar ik zou niet alles in één keer opeten, de passer. Kom aan, hè, Verrastenhoven. Ik weet wat je wilt zeggen, meneer Verrastenhoven. Maar met zo pessimistisch kan ik niet leven. Weet je wat jij zei, Verrastenhoven? Kaag, kaag, kaag. Een van die verschrikkelijke zwarte raven die deze dagen over onze kop vliegen. En ik, Jean? Jij, een van die verschrikkelijk vieze vleermuizen. Allee, wat moet ik nu doen, zie? Ik heb al geen honger meer, zie. Hier is Betteke. Ene voor met te beginnen. En de helft van mijn appel. De vermenigvuldiging van de broden per se. Die formule kent je niet meer zeker? Hé, hey, op mijn voedsel geen klerikale zegeningen. Hé! Hey! Hallo! Hey, er is volk begon! Hé! Hey! Isabel, je krijgt alles. Goed, maar! Isabel, ook onze survival! Jongen, kom hier! Stel op de weg! Ja, ja! Hé! Hey, jongens! Hé! Hey, alleen! Hé! Hey, sloeven! Manneke, stil, stil, kom! Vrienden! Hola! Maar stop dan toch, verdomme groet! Hola! Hé! Hey, hallo! We zijn dat toch een francofone, zeker, mannen? Hé, hey, goed! Hera! Guido! Hé, hey, stop la guerre! J'ai te dire quelque chose! Nous sommes fermés ici! Enfermé, jongen, jij nu, Goeterwaals. Enfermé. Allez chercher la police qui vient nous. Délivrer! Goed, jongen. Hallo, hallo! Goed, mannen! Wacht eens, wacht eens. Op die manier krijg je geen contact met de terroristen. Wacht. Oh, nu heb ik er toch alleen doodgeschoten, zeg. Oh. Maar van hier, dat is toch maar voor te spelen, slimmeke. Pas al in, courier. Resti, faramitié. Bellen, verdomme. Hé, hey, on a besoin de vous. Wie besoin? Verdomme, jongen. Laten vliegen, zo. Kot in per se. Daar, daar, zet. Ik om de vijf minuten uw telefoon uitproberen. En jij moogt van geluk spreken dat ik u niet bij mijn boterhammen heb gegooid. En jij, Fanny, jij gaat... Sorry, op... ik ga eerst een stukje... Ik niet eten, hij niet eten. Jij gaat dat slot van een directeur zijn telefoon eindelijk openbreken. Ah ja, is zo. En ga, jongen, de wacht op het venster, tegen dat de showgirls wakker worden. Ja, maar zo, ik kan zo ver niet zien. Je weet toch dat mijn ogen niet op piezen. De verrekijker van een tientonner, je weet hem niet. Ga koffie zetten. Zonder filters? Uw plan trekken. Ik ga die liefjes bewerken. Op je nuchtere maag, de passer. Bullebak, gij, hoe is dat nu mogelijk? Jij mag nog asemhalen door uw neus. Maar ik mag het niet horen. Waar is der vader een fierheid gevaren? Je bent er mijn hoofd niet meer bij, hè, de laatste tijd.
Een eenzaamheid Bonaventure. Kan er niet meer tegen. Wat is dat, eenzaamheid? Ik woon toch ook alleen sinds de dood van mijn mama? Ja. Ja, Bonaventure. Si, Bacon, si. Toi, vous prétendez que je ne suis plus capable de me mêler dans le trafic avec mon grand-mère. Bacon, je bent helemaal gechablistificeerd. Allez, vooruit, stap in, ik voer u terug naar uw winkel. Vous êtes plus chablistifié que moi. Bacon. Bacon, u gaat eerst, Bacon. Je hebt evenveel gedronken als ik. Ja, maar ik kan er beter tegen. Ja. Verschoning. Stommerik. Is meneer zijn per meter rebelmeug misschien? Om een permis? Maar zeg, meneer, de agent zou zich wel eens kunnen vergissen, hè, wat hem aan een persoon betreft. Hè? Een agent zijn toch niet een minnetje? Wel, dat is hier, agent. Binnenlandse zaken. Wel, directeur. En kunnen die van Binnenlandse zaken dan misschien beter tijden? Nee, dat zeg ik niet, maar... die mens daar, die heeft de brug gemaakt. Le pont. Alleen een dag congé. En je weet wat dat wil zeggen, hè? Dat is nog niet al een dag van de dieren. En wat doet een goede directeur dan? Zo'n jongen naar huis brengen, hè? Veilig, hè? Plicht, hè? Nee. Geen aan noosem tot thee. Oh, maar dat kan van overal komen, hè? Zou het misschien ook wel eens een keer verkeerd vuur kunnen hebben, hè? Zou maar café ik het drinken, was ik van, hè? Café. Voilà. We gaan nog niet naar huis. Ja, Betty, ja! Oh, godver. Kwart voor vijf. Ik heet het, Betty. Normaal zijn we niet aan 10 pakken om door te gaan. Dat is het allemaal niet, maar mijn Carlo zal zitten wachten voor de film. Carlo? Mijn nieuwe aanbieder. Oh, god. Oh. Kom maar, hè. Bloedje? Een liter bloed mag mij dat kosten. Als ik daarmee. Weet je nu waar dat zit? Betty, als je niet weggaat, dan verkracht ik u. Als aan mij de lift zou opengaan. Ik heb gehoord wat Jean gezegd heeft, alleen door uw neus ademen. Onhoorbaar. Weg, jongen. Maar alleen zien dat. Jaarde! Krijg je toch een teertje? Nee. Ik denk dat de zaak niet compleet naar de bliksem is. Dat ze ons hier nog met een helikopter zullen moeten ontzetten. Joepie, komen we in de gazet? Ja, en thuis zullen ze denken dat we op de boemer zijn, hè? Dat is het ergste. Of dat we collectief zelfmoord hebben gepleegd, gelijk de walvissen op de ijsbergen. Stop, Gilbert. Grondig, jongen. Grondig naar een bliksem, ja! Bacon, hè? Je moet dat geweten hebben.
Die tien van de hoek, hè, Jean? Oh, ja, die twee, hè. Als ik die overmorgen tegenkom. Als we overmorgen nog in leven zijn. Grapje. En, is de lift hersteld? Hij is nu voorgoed kapot, ja. De domme, de beste knoeier. Hoe is dat nu mogelijk? Van bommen weet ik alles af. Telefoons. Dat is mijn sterkste kant niet, Jean. Nieuwe verrekijker, jongen. Ja, die liep bij een boterham, Jean. Op verzoek van de dienstchef daar. Vanaf nu oefen ik het gezag uit. Het gezag Verrastenhove? Als kantoorchef, de Passer. Verrastenhove? Meneer Verrastenhove. Juffrouw Verrastenhove, uw gezag, dat is een scheet in een netzak. Hier voert vanaf nu een man het gezag. Ik. Jij hebt een grote smoel voor een opstellerke van niks. Alleen maar een grote smoel. Smoel, hè? Smoel, hè? Kom eens. We are een impotente minnaar. Voor gijzeling kunt u 20 jaar krijgen. Wie is hier gegijzeld? De Showgirl! Oh ja, als ik het goed gezien heb. Van Silvers. Wauw, zeg ik de Besser. Wauw. Wat doen ze, mannen? Ja, wat doen ze? Oh, dat is onbeschrijfelijk, Dox. Ja, hoppa! Dat is blikvanger, zit er rest over. Als ik dat vergelijk met ons José. Daarvoor heb ik 2 uur de wacht opgetrokken. Hé! Attention, les filles! Je suis ici! Je suis ici! Nous sommes enfermés dans ce bloc! Allez, viens! Madame! Zo te zien hebben ze alles behalve oren aan hun hoofd. Hela! Ja, zo zullen ze ons wel horen. Mijn benen, hè? Dat duurt 5 minuten. En uw radio staat keihard, hè? Coupé de radio! Laat mij eens. Meisjes! Meisjes! Hier, sir! Sorry, Betty, ik heb hun gezicht niet gezien. Ja, maar wat hebben ze dan gedaan, mannen? Maar Gally hebt het verbrot, hè? Heterogene en Verrastenhove.
Ja, dat antwoord van niet. Wacht. Hoe is het nu gat gesteld te passen? Het groot warenhuis is van beton. Zonder drillborg raak ik daar niet door. Ja, kom, stil. Je kunt ze kussen. Niet erg bemoedigend. Nee. Beleefd dat de mensen zijn beleefd. Mama, wat vind je van mijn pancart? Voor morgen vroeg, voor als het licht is. Voilà. Uitgebroken, Jean. Hysterisch, hè, jongen? Hysterisch, hè? Ja, Jean, dan is men zichzelf niet, hè? Is het van die knokkels? Van die aan de klauw nu uit? Ik voel het ook. Opkomen. Dit is het moment niet. Het is sterker dan mezelf. Het raam. Ik spring uit het raam. Ik spring ze het doet, jongen. Jongen, laat me naar de hemel vliegen, jongen. Jongen, als het gebeurd is, ga dan van gedacht veranderen. Laat hem springen, jongen. Het zal voor Esmeralda de schoonste dag van haar leven zijn. Dat mag ik dan niet doen, hè? Doosje. Dat kind. Helemaal alleen, verlaten. En het weet niet van oversteken. Dat manneke dat weet nog niet wat dat groen is, natuurlijk. Op de dool, hè. Ja, zijn moeder niet thuis, natuurlijk. De werkende vrouw. Staat voor een gesloten deur. Die moet overwerken. Of op café is blijven plakken. Met de mannelijke collega's. Maar zijn vader is dan toch ook niet thuis geweest? Ja, dat moet ook niet, hebben, Bacon. Dat is niks voor mannen, hè. Daar zie. Je zou ook eens willen zien wat die met dat manneke gaat aanvangen. Wel, jongen, wat is er? Hey, oh jee, wat is die broertje, Jee? Ja, onze de beste. Ja, José, ik denk dat ik beter morgen eens terugkom voor die Volvo. Ja, dat zal het beste zijn, zeker. Ik presteerde eigenlijk niet. Of overmorgen misschien. Het presteerde eigenlijk. Na een ontmoeting met burgemeesters van gemeente. Tot overmorgen dan. Wegplaats voor laag radioactief afval. Onlangs werden de namen van twee Vlaamse en drie Waalse gemeenten. Ja, tot overmorgen. Onder een kunstmatige heuvel kan worden opgeslagen. Die gemeenten hebben allemaal al. Van hier is weer te laat, allemaal. Suus, wanneer noemde jij de papa van hier? Dat zei jij toch ook? Nog geen beslissing is genomen. Naar de omliggende bergen worden nog drie andere methodes gestudeerd. Voor mij kan hij niet laat genoeg thuiskomen. Krijgt hij dan weer geen eten? Als hij zelf opwarmt, dan zal hij zeker weer geen honger hebben. De kostprijs zal hebben uitgewerkt. Verdomme, een Bonaventuro. Is allemaal naar de vaantjes, hoe heet het? Cornuto Bonaventuro. Kan je mij niet meer beminnen, hè? Dat geeft steken in mijn. Allora, ik heb kapot geschoten. Staat I hier voor onze neus, Truus?
trouwens. We hebben nog 20 minuten voor zijn volgende autobus komt. Dus, Meneer is de stoelbek, hoor. En dan doen we de boeken dicht. Zeg, dan moet je eens goed opletten. Ja, ik let op. Zeg. Ik speel met een blue one in de corner pocket. En met een witte van de cue ball, die speel ik lang, kort, lang terug naar hier. Voor die roeien in de corner pocket, daar. Gezien? Ik heb alles gezien. Meneer de directeur. Ah, dat is jammer. Ik heb ook al een beetje te dikken. Maar is er toch in, hè? Of vis je? Hey, Bacon. Met een goede gang van zaken. Ik heb u vandaag niet gezien. Hè. Niet gezien? Maar is geen kanten, hè? Van die Sol Veronique, hey, dus niks. Stik dat auto ook op, hè? Die Neleste stoet op nee, de snoeken. Nee, vergeet het. Ik ben er niet al een dag. We gaan vissen. Verdomme, doet dat venster dicht. Voor mij part vriezen ze eraf, de pesser. We zijn hem slecht bekomen. Oh. Wel, homogamie, Bekkeke. Wat dat betekent, dat heeft mijn Adelbert mij allemaal uitgelegd. Hè. Papa, zegt hem, papa. Dat is het gelijktijdig rijp zijn van de stamper en de meeldraden in een bloem. Zal dat zijn waar je mee zit, hè, jongen? Ja, Bekkeke, maar... Maar ik hoop dat ik betrekking heb op de stamper en jij dan op de meeldraden, hè? Ik hou u op de hoogte, jongen. Toch maar oppassen de pesser met die Volvo. Occasieauto's en vrienden. Omaire van hier, dat is een echte vriend. Een echte vriend, hè? Toch maar oppassen. Wat weet jij van die Volvo? Als er nu een is die mij niet zal bedriegen, dan is dat Omaire. Zo zei je niet, wij kennen die al heel lang. Toffe gast. Allee. José kan hem nu wel niet zo goed uitstaan. Hè? Hij zal een reden hebben misschien. Wat wil je daarmee zeggen? Ik kan haar misschien niet gerust laten. Jij kent Omer niet. Houd uw commentaar dus wat voor u. Niet gerust laten. Is getrouwd zijn Omer? Dat is een ding, hè, Fanny. Knap vrouwtjes, hè, dat van Omer. Dus uw avondkost, die kookt je zelf. Zo alleen? Ja, alleen. Wie zou hem anders koken? Dat weet ik niet, verrast en over. Waarom vist je daarnaar? Maar ik dacht, een huishoudster of zo, hè? Je vertelt ook nooit iets over uzelf. Mezelf? Dat is mijn zaak. Dat neem ik aan. Waarom steek je uw neus dan in? Omdat jij geheimen hebt. Ik ben gekletswijf zoals jij, per se. Die ganse dagen loopt te kwijlen over de licht in zijn rood appartement. Dat eenzaam appartement met twee huispinnen en één kanarie die 27 kast doet per dag. Druiloor dat je bent. Twee eenzame mensen in een bitteke. In een goede positie. In een dikke weddenschaal. Maar studeren, hè. Studeren. Allee, kennis opdoen, hè. Papa zegt hem dan, papa, ga jij maar naar de voetbal. Dat ik hier op mijn eentjes moet zitten studeren, maakt me niks uit. Verbeeldige zoon, jongen. Ja, maar ik wil je maar zeggen, hè, bitteke. Last zal ze van hem niet hebben, mijn tweede toekomstige wederhelft. Dat geluk zal ons niet de beurt vallen, Jean. Een tweede toekomstige wederhelft. U bent content met ons, José, van u. De honger dat ik heb, hè. De honger. D'accord. Au revoir. Un tu-bacon. Oh, dat is koffie van mijn... Goeie bacon, goeie. Ah, het is een beste die we in de winkel hebben. Oh, dat proefde, bacon, dat proefde. Glee. Oui. Excusez-moi, monsieur le directeur. Oh, faites, madame, faites. Tu sais quelque chose de Jean de Pesse? De Pesse. Weet wij iets van Jean de Pesse? Non, bacon. Non, Alice, non. C'est ça, José, qui vient de téléphoner, il n'est pas encore rentré. Pas rentré. Nog niet thuis, bacon. Oui, oui, oui.
Et le John non plus n'est pas rentré. Ah. Et son fils, il est tout en panique, il paraît. Oh, weet je waar niks van, hè, van de John, hè? Niks. Et alors José a téléphoné à la femme de Vanille et elle a rien non plus. Ben non, non. Daar weten we niks van. En spreekt Frans, van meneer de directeur. En dan heeft madame Germain ook getéléphoneerd voor meneer. Ja, maar die is gewoon vissen. Oh, bon. Kom eens hier. Maar kom. Zou dat nou serieus iets schief kunnen gaan zijn? Nee, niet roepen, jongen. Hij is bekwaam om waarom, Jean? Scheidbroek. Tweede. Wat ik denk, hè. De lift functioneert op alle verdiepingen, behalve hier op de vierde. Ja, is dat waar, man? Ah ja, jongen, dat is ons probleem. Mannen, ik stel voor, hè, wij hebben hier niet vastgezeten. Niet, hè. Nou ja, Jean, maar dan zou ik toch weetachtig willen zijn van wat we dan wel gedaan hebben, hè. De kamer. Mannetjes! Hoor ik aan van de boos! Wat moet dat herstellen, meneer de Pesser? Dat zal ik u uitleggen als we weer onder de mensen zijn. Verrast ja, sorry, heb ik je, dat is van niet, hè. Zeg eens van niet. Sorry, verrast, maar dat is per se. Komt er nog iets vandaar? Allee, per se. Ja, ja, het is een kanker, lala. Oeh, ja. Ja, dat komt omdat de lift overladen is, mannen. Dat is duidelijk. Drukken per se op de knop nul. Ja, nee. Ja, te geloven, hè? Ja, kom maar niet per se. Ik zal helpen. Ah, joh. Ja. Nul. Ik zal moeten optreden, hè, mannetjes. Meneer Dok zei gelijk, de ascenseur is overbevolkt. Zekere personen zullen moeten verwijderd worden. Meneer de dienstchef. Alsjeblieft. Ja, dat is waar. Ik kan wachten. Oh. Ja. Amai. Dat is dus niet genoeg, hè? De volgende? Ja, het is niet aan mij, hè? Ah, ik ook niet, hè? Aan mij ook niet. Aan mij ook niet, hè? 5 personen zeggen het reglement. Je kunt toch allemaal lezen, hè? Allee, vooruit, Verrastenhoven. Je hebt ook niemand die op u zit te wachten. Ja, zeg. Kom vooruit, hè. Op mij wacht er ook niemand. Nee, wacht, Bittke. Kom, ik wil gaan. Je kent mijn opofferingsgezindheid, hè. Dat stikt toch niet op 2 minuten, nu, jongen? Ja, maar voor mij ook niet, Bittke. Ready, steady, go! Een smeerlap, hè! Ik ook, Jean. Jij ook. Niet te geloven, hè? Bijkst. Hij is bijkst. Ja, maar na kan ik het geloven, hè, mannetjes. Hier, Verrastenhoven kantoor, chef. Kom, Verrastenhoven, kom. Hallo, wie is daar? Wie? Zijt jij dat? Hallo, meneer. Stop met die onzin. We hebben u nodig, dringend, wie ook zijt. Dat is een heiger.
Gemene viezer. Sorry, meneer. Sorry, duizendmaal sorry voor het gesproken woord. U bevindt zich op de vierde verdieping van het ministerie. Ons adres is... Ons adres, man? Peter. Rue de Peter Celie. Vindt het persilie. 22. 21. Nee, 22. Je hebt gelijk gehad. Er is iets schief gegaan. Ze zitten er nog altijd. Allemaal? Zeg toch, Paco. Zie je nou wel? Ga je altijd met je stomme ideeën? Maar ga je het ervoor opdraaien deze keer, hè? Ik heb er niks mee te maken, hè? Er komt miserie van komen, hè? Ik zou verplicht zijn om een verslag te schrijven, maar gij zult met de gebakken peren zitten, hè? Dat kan ik u garanderen, hè? Allee, vooruit. Op mijn broer en naar huis. En ik ook. Van de Vries heeft nauwkeurig verslag op te stellen van de vernielingen aangericht en vastgesteld. En dat zou nolle zaken zijn, mannetjes. Daar wil ik niks mee te maken hebben. Hè. Voilà, namen en voornamen. Geen namen. Hier namen? Geen namen. De voornamen volstaan ook, hè? Ook geen voornamen. Bon, de vingerafdrukken dan maar, hè? Ook geen vingerafdrukken. Gaken opereert niet met een brandwachter, nachtwachter in functie, dus kwaadwillig. Solidariteit. 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 Niet te geloven, hè. Jij ziet nu ook geen uitweg meer, zeker, Jean? Alleen een mirakel, Caroline, en daar geloof ik niet in. Ik begin er genoeg van te krijgen, hè. Maar je moet het optimaal zien, hè, Bitteke. Zo'n ramp lijkt vandaag heeft als gevolg dat wij al wat toegenaderd zijn vandaag. Ja, jongen. Dat ik daar nog niet aan gedacht had. Isse, mannen. Muziek. Ontsnappingspoging mislukt is. Alleen de nachtwachter wordt nog gegijzeld. Hoe wordt na? Het weer. Hey. Het wordt een koude nacht met min 6 graden in Ardennen, min 3 graden in het centrum van het land en 0 graden aan de kust. Morgen gevoelige stijging van de temperatuur, af en toe een brede opklaring. Geniet van de vrije dag. Het wordt fiets- en wandelweer. Zullen we dat maar doen, mannen? Morgen, fietstochtje, hè? Met z'n allen. Hey. Hey. Wat zal wie doen met de drank en zelen? Wat zal wie doen met de drank en zelen? Mag ik u trakteren op een cognacje, Gilbert? U bedoelt de frigo van meneer de directeur? Zekerlijk. Openbreken, nietwaar? Openbreken zal niet nodig zijn, hè? Dat zijn andere middelen, hè, Jean? Wat ga je doen? Niet tegen. Ja, ze zijn aan het feesten. Wat kom ik hier eigenlijk doen? Jonna, stop ermee! Het is niet het moment om zotten te kunnen uithangen, hè? Ja, voilà. Maken we die een onbekende soldaatje? Kan die radio wat stiller? Lieve mannen, onze directeur, ze. Dat goed geprobeerd, jong. Aardig, hè, mannetjes. Aardig, hè. Directeur. Heel aardig, hè. Hij stond er dan niet dat je in de broek hebt gedaan, hè. Of in de broek gedaan? Nee, meneer de directeur. Niemand. En mannen. Een beetje uitleg, per se. Je begrijpt het weer eens niet. Nee, per se, dat begrijp ik niet. Dat je en blok een brugdag mist, daar kan ik nog in komen.
Wat je nodig vindt om dat tot een stuk in de nacht te veren met vandalen strijken, dat gaat mijn verstand te boven. Ik zal u licht iets doen opgaan, zeg. Kom. Doe dat, Bessé. Doe dat. Rust dat maar in. Al ga niet mee. Oh ja, ik ga mensen. Als je liever op wat let, man. Nee, poe. Het wordt stilletjes aan tijd om naar huis te gaan, nietwaar? Zeggen, hè? Wil dat dan soms zeggen dat... Dat ik ook? En u zou het niet alleen, hè? Verrest hem over, doet die stomme lach van uw gezicht. En ga ook de pester. En allemaal die idiote glimlach van uw gezicht, hè? En nu, madame Germain, je weet dat jij... Maar wat kom jij hier eigenlijk doen? Nee, per se, werken, hè? Op de brugdag. Midden in de nacht. Ja, per se, dat is het voorrecht van elke directeur, nietwaar? Werken, elk uur van de dag en van de nacht. Zaterdag, zondags, maandags. Ja, maar meneer directeur kan gelijk. Hè. Ik heb dat nogal horen zeggen. En u, Germain, die weet dus dat je hier nu op kantoor staat. Nee, per se. Die weet dat niet. Want die was niet thuis toen dat ik... Maar die zal dat gewoon weten, hè? Ik ga ze direct opbellen, hè? Sleutels, nee, mannetjes. Sleutels, nee. Je kon me toch niet zeggen? Uit gebruik, zoals alles hier. Ik heb aan de kring van de slot... Begrepen, per se begrepen. Ja, directeur, we kregen tegen de middag een telefonische oproep. Ja, van de Turk van Torren. Van de Turk van... Ja, vermoed ik, hè, man, hè? Moet ik, hè? Dat is smerig gedaan, hè. Directeur. Zie toch, per se. Gaat mij onder lijn, hè. Gaat me toch kunnen verwittigen. Gaat toch kunnen roepen. Telefoons kapot, lift kapot. We zitten opgesloten. Net, ik heb dat over de schrijf gegaan. Ik heb mijn rots krijgen in dat land. Oh, Caroline. Ik ga me deze keer niet overroepen, hè, Tiepel. Oh. Mij niet overroepen, hè. Ik ben een sadistische spelletjes. Ik kan weer. Allee, roep dat op. Nee, laat dat liggen. Allee, ga water halen. Oh, ja. Hem kunnen we niet op zijn gezicht slaan. Dat zijn andere middelen, hè, Jean? Zijn tijd nemen. De Marokkanen, mannen. Hé! Hey. Ah, attention! S'il Sister, dat hebben die weer gedacht. Nu, padre racist. Nu som de kamerad, zoet developé. Kamerad, dat is couscousie, jongen. Ja, Gilbert. Couscousie! Couscousie! Gastarbeiders! Peace of you. Peace of you! Oh, van nu, ja. Ze verschrijven de politie op ons dak. Ja, daar zitten we nu al anderhalf van dag op te wachten, hè, directeur. Noord-Afrikaan, de hoor! Couscous, fraters! On n'a pas besoin de tout l'odeur ici! Barbaar voor een kou! Hé, mannen, ik meen dat niet, hè? Toch een beetje, hè, Jean? Dat kun je er geen zekere van, hè? Ik ben beschaamd in uw plaats. Oh. Ja, rustig.
Kom, voorzichtig, Betty. Ja, ja, kom. Tjui toch. Aardig, hè? Ja, heel erg. Voor u. Vervallen. Als ik het goed begrepen heb, dan komt hier een uurtje werken. Zomaar. Mannetjes, luister naar iets. Van dat komen werken, dat is natuurlijk niet waar. Maar, een avond om een uur of negen. Ik zit, we hebben een televisie, telefoon, balkon. Rust maar eens. Een paniektelefoon gekregen van José van Zouden Pisser, waar de deur een man wel wil blijven. Paniek, hè? Zie je dat, ze? Voilà, ze. In paniek, ons José in paniek, ze. Ik zeg tegen haar, kom maar, de Pisser, we kennen hem toch zeker. Ik troost hem misschien een beetje. Ik ook af, dan terug van we hem binnen hiel zitten. 4 minuten later, telefoon, balkon. Paniektelefoon van een Albert aan de jongen. Maar dat is zeker dat paniek. Dat manneke is een papa gewoon dat altijd vlijtig op tijd thuis is. Dan is de huiselijke tafereeltjes van een avond stonden. Voilà. Gij, terug voor uw televisie. Ja, de pisser. Maar nou een half uur begint met een Frank te vallen. Dat is dan vlug deze keer. Ja, verrast en over. Nee, het geluk gaat, hè. Ik spring in met een auto. Ik denk, oh god, ik laat me goed artis zingen. Ja, bij manier van spreken, hè, mannen. En hier ben ik dan toch maar, hè. Zie toch. En om ons iets eetbaars mee te brengen, daar had je niet aan gedacht, zeker, hè? Ja, per se. Wat hadden we nou verwacht? Dat je hier zou staan met voor iedereen een portie Sol Veronique. Maar ik kan u wel een kojesje afleggen, of een everke. Hoort met een frigo, hè? Sleutels en eeuwenkes. Nee, dat zou ik niet doen als ik u was, Paul. En waarom niet, jongen? Ik ben toch al een hele dag bezig met mijn goed hart te laten zingen. Pas op, hè. Op het kracht van mijn functie moet ik mij met kracht verzetten tegen het gebruik van alcoholische dranken op de ministeries en begrijpen het toerpersoneel. Allee, zeg. Ik ook. Ook het kracht van mijn functie van klerk, ik verzet mij ook. Maar kom, geef mij maar dat sleutelje. Zal ik dat wel regelen? Een mirakel, zeg. Nee, Betteke, nee. Geen mirakel. Ik ken mijn frigo en die is niet onderhevig om mirakels. Oh, als we dat toch geweten hadden, de directeur heeft zijn frigo opengelaten. Nee, van u nee. Eerste. Dat is het mirakel. De directeur heeft 2 sleutels. 3 van u, 3. En dan deze is er niet waar. Van wie? Van wie? Van meneer de Turk van Torrent. Per se. Oh, champagne ook al. Ja, van u, maar die is voor Germaine haar moedertjesdag, hè? Is ze? Die van madame Germaine valt in november. Nee, Bettieke, nee. Madame Germaine heeft geen vaste datum. Er waren hier meer dan 1 moedertjesdag per jaar. Per se, ga je te wachten hebben in de lift, hè? Voor in geval dat er nog zoiets een idioot gelijk ik op bezoek komt, hè? Ik is ze. Ja, per se, gij. Omdat alles wat hier gebeurt aan schuld is. Omdat je die nota niet gelezen hebt. Voilà, ze. Een taxiekje naar mijn zus. Morgen vroeg een taxiekje naar Zaventem. Vlieg nou eens naar Ibiza. Een taxi kunnen mijn appartement met zicht op zieken. En Timpotje zal niet weten waar ik zit, hè. Maar wat is hij zegt? Zijn nieuwe lief? Zijn balkjes, meneer. Het zal me niet verwonderen dat de meneer van Astenhoven ook aan het keuken heeft gekregen. Smerde. Cornuto. Er is bijna geen kat. Er zijn natuurlijk nog afijgers. Maar daar zijn de gordijnen dicht. Zou het dan onze moment niet zijn, Jozeker? Dat is de vermiste persoon, meneer Dox? Ja, de naam is Guillaume Dox. Hoe lang vermist? Een week? Een maand? Toch al 7 uur. 7 uur. Als meneer dan morgen nog eens wil terugkomen. Nee, juffrouw de Pes. Ik weet niet dat ze allemaal niet thuisgekomen zijn. Ik heb er niets mee te maken. Ze zijn er allemaal dood liggen, hè? Ik, niets met de maak. Ik leg die nota, zegt Bacon, op de bureau van Percé. Waar is de kans groot dat Percé die nota niet leest? En dat de collega's die hem brugden. Bacon, hè? Dino. Allee, vooruit, ik kom af en toe. Heeft u een roze leugen in de achterkant in school gebreven? Ik had een bureau.
dat zal het zijn. Whisky of armagnac? Ik drink. Al mijn verdriet te verdrinken. Ik ook. Maar... De pauze, Filemon, die is nu ook al tegen mij. Ik heb van leven, dat staat in zijn hart gegeven. Mannekes, mannekes. We gaan de koning en de koningin wakker maken, hè. Boom, tera, boom, tera, boom, boom, boom. Allee, waarop de divorcé trekt de vent aan als je leeft. Waarom dan niet, ik? Met de doen nu beven. Wat ik op de bureau verdien. Van mijn droppen. Stoppen, stoppen. We verdienen de koningin. Boom, tera, tera, boom, tera, tera, boom, tera, tera, boom, tera, tera. Dat gaat niet slecht aflopen. Stak ermee! Met de zatlappen! We slapen in zich. Mama zoekt u overal in de cafés. In de cafés? Maar enfin. In Omer zijn een auto. In zelf... Omer, maar enfin. En dan zelf zat thuiskomen. Enfin, maar enfin. Met Omer. Mannekes, lift is boven en per se staat beneden te wachten, hè. Salut, hè. Je mag hem laten zakken. Per se, zet hem in gang. Per se! Allee, per se! Per se, godverdomme, ze nee, wel! Ik heb al zo gezegd dat je in de richting moet wachten. Niet zo luid. Als een verschiet valt hem erin. Ja, maar dan moet je toch. Komt er van hij van al dat drinken. Zotte, zotte, zotte! Als ze niet per se ligt, dan gaat tenminste op de veilige toer zien. Die is dood, zijn mama. Dood, Sarko. Enfin, denk ik. Hè. Jongen, ga je auto wachten in de lift? Ja, jongen, jij bent nog de nuchterste van ons allemaal. Als die een drank, hè, mannen, dat shoot toch. Allee, vooruit, die een drank, allemaal terug in de frigo, hè. Ja, directeur. Ja, Fanny, ja. Onze engelbewaarders die slaan op de vlucht voor onze alcoholwalmen. En zei Fanny, wat dat er dan kan gebeuren, hè? Die woudezel van uw vader, die een ongeluk. Oeh. Ja. Wel, hè. Bloed. Oeh. Verrast dan over. Maar Alice. Risicogroep. Risico? Ga risico, de pester. Met al uw maîtressen. Uw Agnetskes, uw Janinekes en uw Jolande. Maîtressen maar af. Ja, de pester, zeker. Ik heb u al meer dan eens willen verwittigen. De goede avond uit van Alia, maar Sifilis is voorbij. Dat is bureaukrappen. Alice, je kent dat toch? Ze hebben namen genoemd.
Agnes, Janine, Jolant. Maar dat is bureauclub. Jolant, Jolant, ik ken geen Jolant. Geen, hè? Stel ouders dat ik... Ouders? Jij hebt brave ouders. Jij deftige ouders. Jij hebt oppassende ouders. Ja. Jij met Rieten gelijk, hè? Mama, met... Rafa, met Rieten Mama? Mama, met wie? Met Omer. Met Omer? Maar Rafa, omdat Omer een goede vriend is. Een vriend des huizes. Wat heb je gezien van mama met Omer? Genoeg. De midlife-crisis, waar alles... Oh, ja, dat bestaat, de midlife-crisis. Dat staat overal te lezen. Dat gaat over. Lulkoek, ja! Ik geloof dat niet, hè. Maar als dat waar is, dan is het gedaan, hè, met Omer. En met die vakanties op dezelfde camping en met zijn Volvo gedaan. Hè. Van Omer zou ik dat niet nog kunnen geloven, zie. Maar van ons José, dat zit niet in haar. Zo'n midlife crisis. Mijn beste vriend, zeg. Ja, Jean. Daar heb ik ook allemaal voor gehad. Al 18 jaar in het verleden. Ik spreek als kennis van zaken. En ook met mijn beste vriend. Jongen, laat hem terugkomen, hè! Jongen, 10 seconden wachten, maar dan laat hem terugkomen! Zeg, maar wacht tot we er allemaal in zitten, hè, jongen! Komt, mannen. Ik denk waarschijnlijk, Jean. Die José. Mee Omer misschien. De Baconse, mannen. Wie staat er dan nog beneden? Oh, nu, man. In Bacon. Een seconde gewacht is wel. Ga je! Ik ga! Los! Alice! Er hangt iets boven mijn hoofd, hè? Vier uur, zeg. Thank you.
slechte bedoelingen, maar... Slaap, Hilke. Slaap. Niets mee te maken. Dat is tussen Carolaan en Ma. Ise. Nu schreeuwen, een geweldige slag, heb ik gehoord. Ise. Heb je gesprongen, zeg? Ise. Is toch niet? Nu schreeuwen, een geweldige slag. Harry, is de jongen? Antwoord. Gebroken als er niet gesproken is. Alleen maar bewusteloos, dat kan ook. En is de schudding iets gebroken? Uw zaak heeft per se. Stuntwerk, dat is Vanny. Als meneer Vanny dat op zijn verantwoordelijkheid neemt, verklaring af te leggen voor mannen personen, hè? Afgelegd. Kom terug, Vanieke. Zal ik dat wel doen, kom. Ja, een brommelingje zeker. Zie wat dat gedoe van die. Zijn verantwoordelijkheid, hè. Marcus, denk er aan, hè. Een kroon voor Van Eder kunnen we niet onderuit, hè. De jongen gaat rond met zijn jarkjes.
Sorry, jongen. Dat kan je niet eens mijn hoofd zo doen bouwen, mijn vriend. Ik kan het niet, jongen, met u. Spijt me. Maar weet ik niet of de nacht de woorden gezegd en het een ding gedaan. De omstandigheden, jongen. Sorry. Jongen, nog eens proficiat met Owen Adelbert. Omdat we ons redding aan hem te danken hebben. Omdat hem zo slim is geweest aan ons op te bellen. Dat is een privélijn. Merci, direct. Het zal toch waar zijn, van zo'n OVQ, hè, po? Dat zien we niet per se. Nou, dat is de deur ook goed, hè, bro. Ja, ja. Ah, maar dat is wel goed. Zeg, Marcus, we gaan nog een minuut stilte vervallen. Niet te geloven, hè? Allee, verrood is het. En allemaal nog van deze dingst, hè? In de kerk zal die wel niet komen, hè, Paul? Nee? Nou, allee, dan allemaal het kerkhof, hè? Gecremeerd, die wordt gecremeerd, opgebrand. Ah, bon. Ja, het zijn allemaal nog de doven, hè? Bonaventuro! Wat is er gebeurd met de bossier? Dat jij maar al meer zijn armen. Adelbert. Papa, met uw infantiel geknuffel altijd. We dragen u een beetje. Jongen, toch? Zouden we die mensen niet inlichten mogen? Ja. En dan ineens de kletter, de kletter. Van die nog roept, de pesser, is niet waar, Jean? Ja, dat zijn zijn laatste woorden, jongen. Mijn naam, dat zijn zijn laatste woorden. En dan een ploffer. Van toen af geen enkel betekenis van leven meer. Ja, ik roep nog. Gilberke, Gilberke! Ja, jongen, wat is het? Wat heb ik u gezegd? Ja, maar dit niet doen! Zijn de mannen! Dat was het dus. Wat ik moet doen! Ja? Pap, dat je wegkomt, je denkt toch niet dat ik nu mee naar huis zal gaan, zeker? Docks aan standby, start de lift. Oh, Bonaventuro. Mag ik op bureau eens kijken? Nee, jij mocht mijn bureau niet kijken. Oh, directore, ja. Madame Germaine is u laten zitten. Laten wat? Laten zitten. Met Iberia naar Ibiza gevogeld. Stamattina. Very early. Jammer. Toch, stand by, start de lift. Zit toch. Germaine, strappe. Ik denk dat de directeur de laatste tijd wat te veel gesnoekerd heeft. Ik zal u eens vertellen, hè, Bacon. Meneer de directeur, hè, die wil even zijn bubbelbadje nemen. Zijn valiesje pakken, zijn zonnebril niet vergeten. En tegen vanavond zit hij in de koepel Ibiza. Dat trouwens het beste zijn dat ik mijn eigen hier een week niet laat zingen, denk ik. Nog eens naar boven, Jean? Nee, niet meer nog eens naar boven, Gilbert. Mosselen friet, Gilbert? Oh, ik zou niet meer kunnen, Jean. Echt.
7 wil jij beneden aan de lift in een standbij staan, al dan we zijn al weg. Standbij, jongen? Ja, zonder standbij krijg je die 2 daarboven niet verdepaneerd. Ik weet van geen 2 daarboven, jongen. Meneer de directeur, uw bubbelbadje zou verborgen kunnen zijn. En uw vliegversintje noemen? Ja, dat kon, dat lang niet. Zo gaat u een directeur toch niet. Zal toch wel iemand zijn die. De bakon! Onze missie is een geheime missie. Ook voor mij. Ook voor de rederij. Dus ik verzwijg jullie niets. Wanneer we varen, weet alleen God en de minister. Of alleen God, voor die er prijs op stelt. Help, mannen! Hoe staat het hier op de waterhoek? Hé, Bukke, notaris vraagt hoe dat het gaat. Slecht, meneer de notaris. En dat weet je heel goed.